Ik hoop mij, dus na 12, 13 seizoenen AZ draag je dadelijk ineens een ander shirt. Dat is best even wennen, denk ik. Ja, zeker even wennen inderdaad. Dus ik hoop dat het me goed staat, maar ik ben er blij mee. Ja, dan uitgerekend de eerste tegenstander is AZ. Dat is helemaal een bijzondere samenloop. Ja, dat wordt bijzonder. Beter kan je het niet treffen eigenlijk, denk ik. Dus ik ga het leuk vinden om al die jongens weer even te zien. Het is een beetje een gek afscheid geweest, dus dat wordt al leuk. En dan... Dan gelijk met de wedstrijd is sowieso leuk natuurlijk. Maar ja, ik sta aan de kant van Excelsior nu. Ik heb een ander shirt aan, dus ik wil ook gewoon winnen. Dus dat is even anders. Ja, normaal hoef je spelers vaak al niet te motiveren voor dit soort wedstrijden. Maar ik kan me voorstellen dat jij helemaal gemotiveerd bent als je minuten gaat maken. Nee, klopt. Mij hoef je daar niet voor te motiveren. Daar heb ik sowieso niet zo heel veel problemen mee. Maar voor morgen zeker niet. Nee, want je bent vandaag aangesloten bij Excelsior. Kan je uitleggen waarom je de keuze hebt gemaakt om hier naartoe te komen? Ja, ik zocht meer perspectief voor speelminuten. Op niveau van de Eredivisie. En een goed gesprek gehad met Excelsior in de zomer al. En nu in de winter de keuze gemaakt om verhuurd te willen worden. En toen snel contact weer gehad met Excelsior. En dat verhaal van de zomer, dat sprak me eigenlijk al heel erg aan. Dus de gesprekken waren eigenlijk meteen wel weer heel erg goed. En zo ben ik tot deze keuze gekomen. Ja, wat sprak je dan vooral aan in het verhaal van de club? Gezien de manier waar de staf, hoe de staf en de hele club eigenlijk werkt met jonge talenten om die beter te maken. Ze geven je echt een podium om jezelf te laten zien. Er zit een bepaalde manier van voetbal wel bij. Ze willen wel gewoon graag voetballen hier, wat dan ook. Dus dat sprak me aan. Ik heb wat verhalen gehoord over de groep. Voor mij is het een hele leuke groep en tot nu toe bevalt het ook erg goed. Jonge groep, voor mij is het heel gretig. Dus dat soort dingen, ja, daar maak je wel een keuze op en dat is hier heel goed. Ja, want je hebt ongetwijfeld ook even met Kenzo gebeld hoe het hier beviel in zijn geval. Nou, ik heb hem niet gebeld, maar ik had hem wel even gesproken inderdaad. En zijn vader is assistent bij ons, dus die heb ik ook zeker even uitgebreid gesproken. En die vertelde ook inderdaad vanuit de ervaringen van Kenzo wat hij hoort, hoe het hier is. En daar hoorde ik eigenlijk alleen maar positieve verhalen over, dus dat beviel alleen maar. Ja, want je hebt de eerste gesprekken in de zomer gehad, je hebt nu de overstap gemaakt. Wilde je toch eerst kijken voor je kans bij AZ? Ja, uiteindelijk wel. Ik heb toen ook een gesprek gehad met AZ, die wilde me toen liever niet nog kwijt. Toen zag ik nog net genoeg perspectief om daar in ieder geval een half jaar te blijven. En toen besloot om na een half jaar gewoon weer de balans op te maken hoe je ervoor staat. Dus die keuze in de zomer gemaakt inderdaad. En dan kom ik nu weer tot een andere keuze. Ja, want je hebt toch al meer dan 100 wedstrijden in betaalde voetbal achter je naam. Dat is dan toch wel het voordeel als je als club een belofte team in de keukenkampioen-divisie hebt. Ja, zeker. Dat werkt mee. Dan wordt de stap naar de Eredivisie denk ik ietsje toegankelijker. Je wil misschien ook niet te veel als jonkie te veel wedstrijden in een jong elftal hebben. Dat is vaak ook niet goed. Maar het heeft me goed geholpen om die eerste ervaring op te doen en wat dan ook. Alleen ik ben nu klaar voor het grote werk. Ja, wat maakt dan dat je toe bent aan die stap? Nou, zowel je ervaringen die je op hebt gedaan in de keukenkampioen-divisie. Dat je daar andere dingen in merkt. Dat je misschien af en toe wat over hebt, wat dan ook. Als de minuten die ik wel heb gemaakt op Eredivisieniveau, dan merk je toch wel van ja, dit is het niveau waar je naartoe wilt, waar je ook wel op mee kan. Dus dan wil je jezelf natuurlijk als voetballer graag daarop laten zien. Ja, dan is het waarschijnlijk lastig om ertussen te komen bij een grote club als AZ. Nou, AZ staat er over het algemeen wel bekend om natuurlijk dat ze dat goed doen en dat doen ze ook goed. Alleen, we hadden een grote selectie, er staan hele goede spelers op mijn plek die ook topfit zijn, daar zorgen ze ook wel voor. Dus dan is het zeker moeilijk om ertussen te komen. Ja, wat heb jij toe te voegen aan de selectie van Excelsior? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Ik hoop voor wat balans te gaan zorgen. Mijn aanvallende kwaliteiten mee te brengen in het positiespel. Dat we goed voetbal kunnen blijven spelen. Daarin ook wel gelijk inderdaad, wat ik zeg, de balans probeert te bewaken in het team. Dat je wat stabiliteit creëert en niet alleen maar op- en neerwedstrijden hebt. En ja, je zal misschien af en toe ook wat mindere ballen hebben. Dus het verdedigende werk zal ik ook zeker op me nemen om ruimtes dicht te lopen. De ploeg bij elkaar te houden en dan uiteindelijk resultaten te behalen uiteraard. Nou, je hebt de ploeg zondag al aan het werk gezien vanaf de tribune. Wat was je indruk? Goed eigenlijk wel. Je ziet echt wel duidelijk de intentie om te voetballen. Ook momenten uiteraard dat je wat andere keuzes moet maken ten opzichte van een lange bal of iets. Ja, het is een ploeg die heel veel energie heeft. Ze willen heel graag. Dus dat spreekt me ook heel erg aan en daar ga ik graag in mee. Dus dat is zeker goed bevallen. Ja, nou zijn we nog niet eens op de helft van de Eredivisie, maar het tekent zich nu al af dat het een hele spannende tweede seizoenshelft gaat worden richting... Ja, zeker. Ja, er zijn genoeg teams die zowel bovenin meedoen als ook een beetje richting de onderkant. Dus die groep is wat groter dan andere seizoenen. Dus dat belooft alleen maar spannend te worden, denk ik. En dan heb je elke week ploegen die tegen elkaar spelen, wat goede belangrijke punten kunnen zijn. Dus nee, daar kijk ik alleen maar naar uit.